Rond 8 uur gisteravond kwam er een melding van de schietpartij. De politie trof 2 zwaargewonde mannen aan. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, we moeten helaas melden dat 1 van die 2 slachtoffers op dit moment overleden is. Het 2e slachtoffer is er ernstig aan toe, dus ook voor zijn leven wordt gevreesd. Buurtbewoners zagen 6 mogelijke daders uit 2 auto's komen. Daarna vielen er 11 schoten en 1 slachtoffer werd volgens ooggetuigen doorzeefd met kogels. In januari was er een massale politieinval in een huis aan de Telstarlaan, na een melding dat er iemand met een vuurwapen in huis was. Toen werd er niemand gevonden.